Tijdens een schoonmaakactie in de kelders van de EMG Factors zijn opvallende documenten aan het licht gekomen. Er spraken van een lijst van namen van families waarachter ondefinieerbare tekens staan. En ook zijn er verschillende tekeningen van menselijke lichamen en lichaamsdelen gevonden. Door nieuwsgierigheid geprikkeld werd de kelder verder geïnspecteerd en werden meer verdachte sporen aangetroffen, zoals roestig gekleurde plekken, plukjes mensenhaar en tekens in geheimschrift. Begin jaren 20 was er een secte actief in Groningen, ontstaan uit een wanhoop naar een messias die ons zal verlossen van de heersende werkloosheid, de armoede en de hongersnood. De secte zweerde bij het creëren van het perfecte lichaam om de terugkeer van hun god op aarde mogelijk te maken. En de voormalige eigenaar van de EMG Factors, die schijnt banden te hebben gehad met deze secte. Er wordt momenteel verder onderzocht of deze twee gebeurtenissen met elkaar in verband kunnen worden gebracht. Het spookt in de EMG. Durf jij langs te komen?